Welkom in Dukstad. Dukstad is een leuke plek. Donald Duck woont er. En oom Dagobert ook. Ze beleven heel wat avonturen. Soms komen er nieuwe eenden naar Dukstad. Dat is spannend. Nieuwe vrienden. Nieuwe verhalen. Onlangs was er een wedstrijd in Dukstad. Het was een grote wedstrijd. Kinderen stuurden ideeën in. Ze bedachten gloednieuwe personages. De wedstrijd heette Donald Duck's Nieuwe Buur. Kinderen lieten hun fantasie de vrije loop. Wie zou er naast Donald Duck wonen? Hoe zouden ze zijn? Eén meisje had een geweldig idee. Haar naam was Eva, net als haar creatie. Eva hield van tekenen. Ze hield van verhalen vertellen. Ze kon niet wachten om haar personages in Dukstad te zien. Eva won de wedstrijd. Haar personages waren geweldig. Iedereen was er weg van. De nieuwe buren zijn een moeder en haar zoon. De moeder heet Eva Hamerslag. Ze is supercool. Haar zoon heet Lex. Lex is slim en grappig. Hij houdt van computers en heeft blauw haar. Eva Hamerslag is een bouwvakker. Ze is niet zomaar een bouwvakker, maar een van de beste in haar vakgebied. Eva heeft altijd een glimlach op haar gezicht als ze aan het werk is. En haar passie voor bouwen straalt van haar af. Ze vindt het geweldig om dingen te bouwen. Of het nu gaat om een klein project zoals een vogelhuisje of een groot project zoals een huis, Eva geniet van elke stap van het proces. Ze zegt altijd dat er niets beter is dan iets met je eigen handen te creëren. Ze bouwt huizen en meubels. Haar werk is altijd van de hoogste kwaliteit en ze zorgt ervoor dat elk detail perfect is. Eva heeft een oog voor design en functionaliteit, wat haar werk uniek maakt. Ze heeft zelfs een boomhut voor Lex gebouwd. Eva is sterk en vastberaden. Ze laat zich niet afschrikken door moeilijke taken en vindt altijd een manier om dingen voor elkaar te krijgen. De boomhut die ze voor Lex heeft gebouwd is een meesterwerk en een favoriete speelplek voor de kinderen in de buurt. Ze gebruikt gereedschap zoals hamers en zagen. Eva is zeer bedreven in het gebruik van allerlei gereedschappen en weet precies welk gereedschap ze nodig heeft voor elke klus. Ze heeft een uitgebreide verzameling gereedschappen die ze zorgvuldig onderhoudt. Ze draagt altijd haar gereedschapsgordel. Deze gordel is haar trouwe metgezel en zit vol met alles wat ze nodig heeft om haar werk te doen. Van schroevendraaiers tot meetlinten, Eva heeft het allemaal binnen handbereik. Die zit vol met coole snufjes. Eva helpt altijd graag. Ze is altijd bereid om een handje te helpen. Of het nu gaat om een buurman die hulp nodig heeft met een reparatie of een vriend die een nieuw meubelstuk wil bouwen. Als er iets kapot is, kan zij het maken. Eva heeft een talent voor het repareren van dingen. Ze kan bijna alles maken. Van kapotte meubels tot lekkende kraan. Haar buren en vrienden weten dat ze altijd op haar leven. Ze is een geweldige buurman. Eva is niet alleen een getalenteerde bouwvakker, maar ook een vriendelijk en behulpzaam persoon. Ze staat altijd klaar om haar buren te helpen. Ze zorgt ervoor dat hij het geweldig is voor haar buren. Haar vriendelijkheid en vakmanschap maken haar een onmisbare schakel in de gemeenschap. Deel 5. Lex de programmeur. Lex is een computergenie. Hij is dol op computers en technologie. Hij kan alles programmeren. Lex verzint altijd nieuwe gadgets. Hij bouwde een robothond die kranten haalt. Hij heeft hem zelfs trucjes leren doen. Lex is een beetje verlegen, maar hij is erg vriendelijk. Hij speelt graag videogames met zijn vrienden. Hij laat zelfs Donald Duck soms meedoen. Deel 6. Waarom blauw haar? Lex heeft blauw haar. Het is zijn handelsmerk. Waarom blauw? Omdat Eva het cool vindt. Eva houdt van personages die anders zijn. Blauw haar is uniek en leuk. Het zorgt ervoor dat Lex opvalt. Bovendien is blauw de kleur van water. En water is belangrijk voor het bouwen van dingen. Het klopt allemaal. Deel 7. Eva's geweldige idee. Eva was altijd een dromer, iemand die haar verbeelding de vrije loop liet. Ze hield ervan om verhalen te verzinnen en personages te creëren die haar wereld tot leven brachten. Eva kreeg het idee voor haar personages uit haar eigen leven.
Haar vader is bouwvakker. Ze bracht veel tijd door met hem op bouwplaatsen, waar ze gefascineerd raakte door de machines en het proces van bouwen. Hij is altijd bezig dingen in huis te repareren. Eva vond het geweldig om hem te helpen en leerde zoveel over gereedschap en techniek. Ze bewonderde zijn vaardigheid en geduld. En dit inspireerde haar om een personage te creëren dat net zo handig was als haar vader. Eva houdt ook van computers, net als Lex. Ze bracht uren door achter de computer, ontdekkend hoe technologie werkte en wat ze ermee kon doen. Ze wil ooit leren programmeren. Ze droomde ervan om haar eigen games en applicaties te maken. En ze wist dat ze met genoeg oefening en doorzettingsvermogen haar doelen kon bereiken. Eva combineerde haar interesses om Eva en Lex te creëren. Ze wilde een verhaal vertellen dat zowel haar liefde voor bouwen als haar passie voor technologie weerspiegelde. Ze wilde laten zien dat meisjes ook bouwvakker kunnen zijn. Eva geloofde sterk in gelijkheid en wilde dat haar verhalen dit ook lieten zien. Ze wilde jonge meisjes inspireren om hun dromen na te jagen, ongeacht de obstakels. En dat jongens slim en creatief kunnen zijn. Ze wilde laten zien dat iedereen, ongeacht geslacht, zijn of haar passies kan volgen en succesvol kan zijn. Eva's verhalen waren een weerspiegeling van haar eigen overtuigingen en dromen. En ze hoopte dat ze anderen zouden inspireren om hetzelfde te doen. Duizenden kinderen deden mee aan de wedstrijd. Er waren zoveel geweldige ideeën. Eva was nerveus. Ze dacht niet dat ze zou winnen. Er waren zoveel getalenteerde kinderen. Maar Eva geloofde in haar personages. Ze werkte hard aan haar tekeningen en verhalen. Ze stak er haar ziel en zaligheid in. Toen Eva hoorde dat ze had gewonnen, was ze zo blij. Ze kon het niet geloven. Haar droom was uitgekomen. Eva's ouders waren zo trots op haar. Ze wisten hoeveel ze van Dukstad hield en van het bedenken van verhalen. Eva kon niet wachten om haar personages in het Dukstad-tijdschrift te zien. Ze wist dat ze heel wat leuke avonturen zouden beleven. Eva en Lex maken al nieuwe vrienden in Dukstad. Ze hebben Donald Duck en oom Dagobert ontmoet. Ze hebben zelfs al een paar avonturen beleefd. Ze hielpen Donald met het bouwen van een hondenhok voor Pluto. En ze hielpen oom Dagobert een verloren schat te vinden. Eva en Lex zijn een geweldige aanwinst voor Dukstad. Ze brengen nieuwe ideeën en veel plezier. Welke avonturen zullen Eva en Lex nu weer beleven? Deze twee jonge helden hebben al zoveel spannende momenten meegemaakt, maar hun reis is nog lang niet voorbij. Elke dag brengt nieuwe uitdagingen en ontdekkingen. Wat zou hun volgende grote avontuur kunnen zijn? Zullen ze een robotleger bouwen? Stel je voor, een heel leger van robots die ze zelf hebben gemaakt. Elk met zijn eigen unieke vaardigheden en persoonlijkheden. Misschien zullen ze deze robots gebruiken om een groot mysterie op te lossen of om hun vrienden te helpen in een tijd van nood. Zullen ze een geheim eiland ontdekken, een plek vol verborgen schatten en onbekende wezens. Misschien zullen ze nieuwe vrienden maken onder de bewoners van het eiland of een eeuwenoud raadsel oplossen dat hen naar een nog groter avontuur leidt. Je zult het Dukstad tijdschrift moeten lezen om erachter te komen. Elk nummer zit boordevol spannende verhalen en prachtige illustraties die je meevoeren naar de wereld van Eva en Lex. Mis geen enkele editie, want je weet nooit wat voor verrassingen er op je wachten. Houd deze geweldige nieuwe personages in de gaten. Eva en Lex zijn niet alleen. Ze worden vergezeld door een kleurrijke cast van vrienden en bondgenoten. Elk personage brengt zijn eigen unieke talenten en verhalen mee, waardoor elk avontuur nog spannender wordt. Eva en Lex zijn het bewijs dat alles mogelijk is. Hun verhalen inspireren kinderen overal om groot te dromen en nooit op te geven, ongeacht de obstakels die ze tegenkomen. Ze laten zien dat met doorzettingsvermogen en creativiteit de mogelijkheden eindeloos zijn. Dus blijf groot dromen en je fantasie.